Hier breek ik even in. Hallo, normaal gesproken ken je me alleen als voice-over van Gooi TV. Maar ik wil je vandaag even meenemen voor wat bijzondere dingen die achter de schermen gebeuren. Het is kersttijd, het is coronatijd, we zitten nu weer in een verzwaarde lockdown. En in die tijd gebeuren bijzondere dingen. Zo ook bij Gooi TV werden wij achter de schermen vorige week verrast door een optreden van Vios. Dat is de show en marching band uit Bussum die ons een optreden aanboden buiten op de parkeerplaats. Nou, onze directeur Ruud die is altijd te porren voor wat hij zelf noemt een oubade. En hij nam de leiding over dit bijzondere project. Kijk maar even mee. Het is natuurlijk een enorm leuk gebaar van Vios om een optreden te komen geven bij Gooi TV voor de deur. Dank jullie wel, jongens. En onze directeur Ruud, als je hem een klein beetje kent, dan weet je dat hij vol enthousiasme aan de slag gaat met dit soort dingen. Want het vooruitzicht op een optreden, een oubade zoals hij dat zelf noemt, ja, dat laat hij zich niet door de neus boren. Iedereen bij Gooi TV kreeg zelfs een e-mail waarin de muzikale hulde werd aangekondigd. En Ruud sprak erin van een oubade. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging op vrijdagmiddag even kijken op het parkeerterrein van Gooi TV. En de oplettende kijker die zal nu zeggen, vrijdagmiddag? Inderdaad, een oubade kan alleen in de ochtend. Sorry Ruud. Dat komt ervan als je je studie Nederlands in het eerste jaar afbreekt. Enfin. En zoals ik al dacht, stond Ruud al een uur van tevoren op de parkeerplaats om leiding te geven en alles in goede banen te leiden. En eventuele obstakels weg te nemen, zoals dit bierblikje. Om vervolgens met volle teugen te genieten van het optreden van Vios. Met de allergrootste kersthits. Zoals I'm Dreaming of a White Christmas. De onmiskenbare kerstklassieker Hark, the Herald Angels Sing. En Winter Wonderland. Kijk hem genieten. Elise kreeg hem zelfs aan het dansen met een paar swingende kerstliedjes. Ruud kreeg vervolgens als beloning voor zijn wat stramme danspasjes een amandelstaaf van Vios, die hij dan wel moest delen met zijn collega's. Heeft hij gedaan. Het was echt een leuk gebaar. Nou, het optreden was uiteraard veel te kort, dat vond Ruud zeker. Dus we hebben voor Ruud de rest van de middag maar een kerstplaat van Gerard Joling opgezet. Ik wens je hele prettige kerstdagen en bedankt voor het kijken in het afgelopen coronajaar. It's Christmas.